wat leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe maandvlog. Ik ben in Den Bosch met Max en wij gaan vandaag de videoclip opnemen van onze cover van Monsters. En we gaan een beetje naar een gangsterbuurt, want dat is wat wij zijn. Eigenlijk weten we niet zo goed waar we naartoe gaan. Onze inspiratie was Google Street View. Hallo, je gaat niet lopen door rook, niet weer. We zijn gekapt, want het regent. Daar kan ik al pro tegen, maar mijn camera niet. Maar we hebben voldoende shots. We gaan nou weer lopen naar het. We houden ons aan alle verkeersregels. Ja, daarnet liep hij door rood en... Nee, dat is niet waar. Kijk, goed. Oh ja. Hallo! Mama! Jehovah-getuigen, ik kom het woord van mij brengen. Mama, ben je aan het filmen? Hij is al aan het filmen hoor. Maar je vingers zitten ervoor hè? Oh. Hallo! Hallo Jules! Hele goede morgen! Wat voor dag is het vandaag? Ja. Ja, is het vandaag jaardag? Nee, het is vandaag zondag. En ik ben hier in Terdeuzen bij Julia, de cameravrouw. En Senna, die moest steeds lager. En Senna, die is naar een feestje. Wat ga ik vandaag doen samen met Senna? Bakken. Bakken, hè? Seizoen 2 opnemen van Bakken met Senna en Ivar. En zo nu en dan Jules. Want Jules wil ook meedoen, hè? Ja. Ja, leuk, hè? En wat vind jij het leukste aan bakken en eten? Met Smarties. Ze heeft het al de hele week over Smarties. Die koken vanmiddag, ja, dat klopt. Dus ik ga mezelf even mooi erg maken. En daarna ga ik de boel klaarzetten om te gaan filmen. Toppie! Toppie! Welkom bij... Iva en Sia en Senna en Tjikke. Ja, precies. You light up my world. You light up my life. Daar is mijn co-star, Senna van der Bent. Met prachtige merchandise, wat natuurlijk nog steeds in productie is, al 1,5 jaar. Maar na 1,5 jaar gaan wij weer lekker filmen, hè? We gaan iets leuks bakken. En we zijn echt productie value keer 10. Kijk, zij heeft een microfoontje en een recorder en ik ook. We hebben zelfs vandaag bij de opnames een co-star. Jullie kunnen de video trouwens al zien, want die staat als het goed is al gewoon online. Jij gaat ons helpen zodra de Smarties komen, hè? Want daar ben jij een beetje fan van. Tussen weet niemand het, maar daar staat eigenlijk de productie die alles regelt en achter de schermen dingen maakt om het zo snel mogelijk klaar te krijgen. And light up my life. Weet je wat? Laat maar. We hebben 2 video's opgenomen en het is niet alleen meer bakken met Senna en Ivar, maar Julia is er ook bij gekomen. Die wilde zo graag in de video. Ze heeft nog staan huilen, omdat ze niet ook een microfoontje en alles mocht. We gaan er 3 opnemen. Senna en Julia die zijn nu even naar een Sinterklaasviering. Senna doet echt super goed mee. Ze maakte zich zorgen over de microfoontje en over de recorder, of het allemaal wel aanstond. Ze ging ons eraan herinneren dat we nog bepaalde shots moesten doen. Heel goed Senna, je doet heel goed mee. Je zit echt goed in het productieproces. En Mandy helpt natuurlijk super goed mee. Mandy heeft de baksels bedacht, verteld achter de camera stiekem wat ik eigenlijk moet doen. Dus dat is een beetje Ivar exposed. De vorige 3 die we hebben gemaakt, of ja 4 eigenlijk, eentje met een special met al mijn neefjes en nichtjes. Ze zijn erg goed ontvangen en waren gewoon super leuk om te maken. La, 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 la. Gaan we eten, lieverd? Pizza! Lekker dit. En daarna gaan we nog 1 bakken met Senna en Ivar opnemen. Ik heb een liedje gemaakt en het is echt heel erg geestig. En het is ook gewoon zo niet jij. Dus het wordt alles gewoon fout kerst. Hele goede morgen. Ik ben er wel klaar voor hoor. We gaan vandaag een clip opnemen in een tuincentrum. Ik heb er heel veel zin in. Het ziet er echt super classy uit. Het is echt awkward, want we hebben allemaal mensen langs en zo. En Ellen is de setting aan het verbouwen. We hebben gewoon productie en alles. En ik wil echt in je ogen zien dat je de tekst beleeft. Hè? Ja, ik wil die emoties zien. Oh jongens, ik heb de tranen in mijn ogen staan. Dat doe ik niet vaak. Ja, dat moest je toch even vermelden, hè? Dat je dat niet vaak deed. Zo'n gegeven lang shot, hè? Maar zonder jou hadden we het niet gekund hoor. De productieassistent, productieleider. Het is een rap, jongens. Nee, klaar. We hebben net een hele foute opening gefilmd, dus nu moet het editen. Maar deze clip kan je al lang hebben gezien. Linkjes staan in de beschrijving, want deze is vorige maand online gekomen. Ja, dankzij deze held Iva gaat het gewoon super tof worden. Weet ik al, zonder dat het geëdit is. En dankzij alle hulp die erbij was. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag en vandaag ga ik naar Bob van der Houven, aka Dr. Doversmietz, om in zijn studio de clip te gaan filmen voor Bohemian Rhapsody samen met Colin. Ik ben de afgelopen dagen nogal ziek geweest. Ik ben blij dat ik vandaag weer beter ben, want anders zouden we de opnames weer moeten verplaatsen. En ik wil hem zo graag dit jaar nog online. Jullie weten of dat gelukt is. Oh baby, baby. Het is de day after de Bohemian Rhapsody opnames en vandaag gaan we naar David toe in Groningen, want dan gaan we verder filmen voor het Super Secret Special Serie project. Marshmallows were toasting and turning out in the snow. It's long, long ago. Niet te hard schoppen trouwens, kun je het geluidseffecten van doen. Stel voor dat je dat pas boven doet als je al die kamers binnen gaat, zeg maar. Ja, precies. Zo ziet en dan... Nou, we zijn hier voor de... Ja, de verstopnamedag is dit wel niet. Vierde? We're coming at a close. Bijna. Ja. Ene laatste aflevering nemen we op en dan gaan we nog één dag plannen voor de laatste aflevering van het seizoen. Ja. Alles af hebben voordat de eerste online komt, zodat we consequent kunnen uploaden, zeg maar. Zo'n jonge leeftijd al zo'n grote ster. Het doet je helemaal niks zo te zien. De jongste, grootste YouTube-ster ooit. Echt wel. En hij is zo lekker gewoon gebleven met zo'n cool en zo. Weet je wel, dat een klein detailtje. En dan zeg je van was het net toch aan? Vind je het nog leuk? I'm Banjo van Banjo Movies. Welcome to Christmas. Welcome to Christmas. Are you Chris? Yes. We zitten in de auto met Jaro, Kira, Remy en Veronique. En wij gaan vandaag naar het verjaardagsfeestje van Dave. Want Dave die is 40 jaar oud geworden. Oude lul. Nou ja, die is natuurlijk ook 40 jaar geworden. Het is in Dordrecht, we zijn ingehouden. Dus we gaan even stukje rijden. Duivelskind? Ja, maar Rie moet aan. Kijk, ik ben blij dat iemand nog wel omgeeft. Ik ben de duivel. Mama, ik moet naar wc. Een skateboardpark! Ja, die is dus bijvoorbeeld heel erg dom. Ja, maar ik vind dat helemaal niet interessant. Dat is helemaal voor jou. Ja, maar zie ik eruit als een stoere skateboardboy? Ja. Oh, dank je. Een vis. Wel een mega aquarium. Dat wil ik thuis echt niet hebben. Zijn we naar de jarige gaan? Ik heb een date met Kira en met Ilana. Ik ben echt een playboy. Lieve schattige nichtjes, hoe is het met jullie? Nou, met mij ook. Ben je bang? Bang voor wat? Je hebt een date met me. Wel een feestje van mijn vader, joh. Is het een feestje van je vader, joh? Ja, vader staat aan. Hoe oud is Dave geworden? 40. En hoe oud ben ik? 80. Wat zegt 80? Ik ben helemaal gek geworden. Heb je al mijn film op YouTube gezet? Ja, die staat op YouTube, alleen niemand anders kan hem zien. Shocking. Maar kom op, die moet heel... Kom op, moet ik hem naar iedereen sturen op de hele? Ja! Oké, okay, Timo die heeft... Ja! Hoi mama. Hoi. Dat is mijn camera. Zijn naam is Jaro, een hele lieve meid. Als hij in zijn ogen schijt, is hij de weg heel even kwijt. En daar is Kira, een dikke drolle doos. Maar goed, het hele slechte plan op dit moment om 1:30 s'nachts is dat Mandy en Chris in de kofferbak gaan. Zonder context, hè. Er is gewoon geen goede reden daarvoor. Want ze moeten heel erg wat naartoe. Veronique, die is binnen en die gaat niet in de auto zitten. Die pakt een taxi naar Gouda. Voor de rest weet ik niet wat de situatie op dit moment voortbrengt. Kijk uit voor die vingers! Ja, top is dit. Ja, maar met wat is het doel? Waar ga je naartoe? Ik ga naar mijn hotel en ik zie of mijn vrouw daar ook is. Is dat in Gouda? Nee, dat is in Oeganda. Papendrecht? Het leuk toch? Ik dacht dat ik hem moest versieren. Je mag dus deze kerstbal gaan versieren tot een bepaalde YouTuber. En dan moet ik gaan raden welke YouTuber het is. Jeetje zeg! Duimpje omhoog. En we hebben natuurlijk ook in deze video weer het Extreem Thomas kerstpakket. Elke video doe ik iets in het extreem. Heel raar. of niet iedereen dagelijks zal dragen, zeg maar. Nee. Merry Christmas! Ik heb even gedoucht. Ik ben klaar met de video van Thomas en Joy. Vanavond gaan we hier kerst vieren. Daphne die heeft het hele huis aangekleed en een kerstboom neergezet. En ook cadeautjes onder de kerstboom. Ik zei al van tevoren, weet je, cadeautjes. Wij met de familie doen dat eigenlijk al jaren niet meer. Omdat het ten eerste met de hele grote familie gewoon onbetaalbaar is. Ten tweede met mijn minimalisme. Ik hoef niets. Ik hoef geen cadeautjes. Ik bedoel, de waardering naar elkaar die is. En die hoeft niet bevestigd te worden met cadeaus. Maar goed, daar kan ik echt een hele aparte video over maken. Die heel veel mensen niet willen zien. We gaan spelletjes spelen en we gaan cadeautjes uitpakken. Dat wordt onze kerstavond. Is dat de enige game op dit Full HD scherm? Dat is wel lit. Ik ga blue wine drinken, dat heb ik nog nooit gedronken. You'll be doomed. Ivo de Groot. Ja, wacht, ik moet nog eerst uitleggen wat we gaan doen. We gaan een spelletje doen, wat ik nog nooit heb gedaan. In het spelelement komen de cadeaus. Zodat we weten wanneer we cadeaus moeten uitpakken. Dankjewel, Nicolette. Nu de spelregels, Nicolette. Wij gaan Saboteur spelen. Ja. En dat is een spel waarin er twee teams zijn. Je hebt de goudzoekende kabouters en de saboteurs. Kabouters die willen dat er geen goud gevonden wordt. Spelregels in de beschrijving. Oh, dat is warm. Dat is echt warm. Ja, het is echt warm. Het heeft gekookt. Ja, sorry. Jullie passen simpelweg niet in het shot. Nou. Proost. Proost. Op de groenwijn, op Duitsland en de bokworsten en zo. Het ruikt gewoon aan verbrande alcohol. Ik moet zeggen, warm is die wel lekkerder dan kouder. Het is interessant. Je wordt er sneller dronken door. Het is interessant. Raar dat... Kijk, nu volgt hij me. Niemand bouwt. Kevin, kijk, jij had het nog niet gezien. Dit is cool. Ik kan dit echt de hele avond doen, maar dat wordt een hele schijfvlog. Ik heb alleen maar dode enden of kutstukken. Nou, niet schilderen, Daphne. Oh, nee. Jongens, ik heb wasmiddel gehad. En Daphne die heeft een rol wc-papier gehad voor het hele jaar. Het rode dildo. Nou. Wat is dit dan? Echt? Oh, dat vind ik wel leuk. Dit waren de sterren boven Zeist op de datum dat wij een relatie kregen. Ah, ik wist al wat je kreeg. Astrologie. Ja, dat vind ik leuk. Oh, ja. Ben ik dat? Nee, maar ik ben het ook niet. Ben ik het? Nee. Django. Het is voor Django. Wat leuk. Cadeautje voor Django. Het is voor Anouk. Nookie. Geef maar aan Anouk, Sven. Wat kan Anouk spelen? Yes! Motocross. Kevin heeft de lucht nu gehad, want hij stinkt. Conclusie. Ik heb niks gedronken. Sally drinkt niets. Sally is zwanger. Dat is wel te zien, ja. Vanwege die wat dikkere buik. Dat is wel leuk, dat is een leuke grap. Hoeveel kilo was jij dit jaar afgevallen? Jawel, ik ben wel afgevallen. Nou, dat denk ik niet. Oh. Ik ben 7 kilo afgevallen. Ik ben ook weer 7 aangekomen, maar dat hoef je er niet bij te vertellen. Van mij krijg je straks ook een knuffel. Ja. Ben ik Gouda. Moet van Kieratje even een paardje gaan aaien. Nou ga ik het paardje niet aaien. Ik ga alleen naar het paardje kijken, want ik heb een paardenfobie. Hallo paardje. Hallo. Kijk, daarin zit er nog eentje. Het is allemaal zo klein en schattig. Ja. Weet je wie er ook klein en schattig is? Deze hond. Hallo. Dokter, wat zie je? Kira is een vrolijk meisje dat piano speelt. Maar ondertussen als Jaro dat doet, is ze boos. Ja. Eeuw. Kijk maar, ik heb een nieuwe camera. Alweer. Hi. Zeg eens hoi. Hoi. Goed met jullie? Ik ga met jou skiën. Ja, met jou. Oh, dit is wel gezellig. Skiën, ja? Skiën bedoel je. Heb je er zin in? Ja. Ik ook. We gaan nu naar de skihal. In de skihal gaan we sneeuwen, Wax. Gaan we skiën. We gaan sleeën. En we gaan eten! Woehoe! Mandy gaat op de weg! Hi mama, ben je klaar om straks te gaan skiën? De rondje. Wat ga jij doen straks? Naar Jacques kijken. Oh, sorry irritant, ik wil jou in beeld brengen, maar hij blijft op mij verlegd. Ja, wat het erg voor je zeg. Ja. Nee, ga je niks doen? Dan leg je speeltje naar me weg. Nou zeg, wat? Leg je speeltje naar me weg. Nee, dit is leuk. Zo hoort het er dan ongeveer uit te zien. En dan hebben we in oversized bij elkaar geraapte zooi. Maar ik heb het niet gehad. Nou, nog skis. Hallo. Ben je klaar voor? Dat is niet in beeld, dus wees niet bang. Hey Dion, waarom kan het pas dat ik jou nu pas zie? Hey Jules, waar ben je nou? Oh, ik zie je wel. Kijk dan, hallo. Ga jij in je blote billen skiën? Nee. Waarom niet? Maar ik heb skierbroek aan. Oké. Goeie idee. Wij zijn er klaar voor. Ik ben er klaar mee. Ik heb mijn GoPro niet bij, maar Remy die is wel aan het filmen met zijn GoPro, dus ik ga wat beelden van hem jatten. We zijn in de sneeuw. Ik ben heel goed. Spannend! Hi Jill! Was het leuk? Nee. Nou, we hebben onze skis weer ingeleverd en ik heb die verschrikkelijke helm afgedaan. Want nu mogen we gaan sleeën als het goed is. Geen idee waar. Waar is iedereen? Vinden we het leuk? Ja, dit wel. Oh, ik heb het nog niet gedaan. Dat vind ik dus ook. Kijk, Dave snapt het. Die gaat gewoon lekker lopen. Ik ga ook lopen hoor. Doe nou niet of je het koud hebt. Ik heb koud. Oh, het hoofdje? Maar ik heb een camera! Oh, dit is leuk. Oh, dit valt wel tegen. Wow! Jezus, hoe rem je? Fuck! Ah! Hoe rem je? Niemand in... It's like you all used to know. Have yourself a merry little yado. Nee! Doeg! Dag fans! Farewell! Oh! Niet lachen jij! Nee, er is voor iedereen hetzelfde. Voor iedereen pannenkoeken dus. Zet maar gewoon op tafel, ja. Dit smaakt het allemaal. Dankjewel. Oh. Slagroom. Nee, ik heb geen eitje. Ja, dat moet jij nog doen. Teleurgesteld zijn! Kijk hoe wij dit naar binnen werken. Ja. Zal ik teleurgesteld spelen? Ik ga slapen. 100 toch? 30? Maar als ik hem voor 30 mag kopen. 30? Kan het niet 30 zijn? Dus nee, wat? Jee, kerstmis. Jawel, je krijgt het 2 keer. Dit zit in 1 beurt 2 keer 200 verdienen. Doe heeft erop. Nee, die staat al daar, Snoes. Oh nee, die vind je zelf. Waarom zou ik... Jij gaat dan mijn geld stelen, ik ben niet dom. Ho, dit is dus niet stelen. Ivan, waar ben je afgekort daarvan? Ja. Nee! Ik drink wel... Oh, hij heeft het vast. Hallo Jules. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed met jou? Ja. Gaan we met de auto spelen? Ja. Rechterhand op rood. Ik ga beginnen aan deze kant. Auw! Ik kan nog niet. Nee. Mijn broek zakt af. De voeten blauw. Rechtervoet in de lucht. Dat is niet realistisch. Ik loop hier met mijn nieuwe vriendin, moeders. En we gaan oma verrassen in het verzorgingstehuis waar ze zit. Want we gaan even bij de langs en dat weet ze niet. Maar waarschijnlijk weet ze het ook niet als we het van tevoren zeggen. Shaila! Hallo knappond, hallo. Ik heb je foto's al op. Hey! We zijn bij Jacquelerons en we gaan lekker gourmetten. Oh! Ja, we beginnen met het aperitiefje. Dat is een kreeftensoepje met Noordzeegarnaaltjes. Wie wilt haar alcohol in? Een hele goede derde kerstdag morgen. Dit huis kennen jullie waarschijnlijk wel waar ik hier ben. Ik ga vandaag weer filmen met Thomas. Althans een video voor hem filmen. Samen met Jessie Maya. Thomas is nu even haar aan het halen. En dan gaan we straks filmen. Het is nog best vroeg. En ik moest vanochtend vanuit de neus komen. Dus ik ben nog wel een beetje duf. Hi, wat gaan we vandaag doen? Een banaan eten. Een banaan eten. Een slappe banaan. Dat is een leuke camera. Sorry. Ja, echt. We gaan een video opnemen met Jessie. Kijk hoe leuk de vlogcamera dit is. Ja, dit is echt zo tof. Ruim is. Ik kon hem echt niet tegen. Kwaliteit. Ja, 4K, 60 frames. En hij is gestabiliseerd, zeg maar. Dus 4K. Ik had ook een banaan trouwen. Ik had met poedervlekken. Hij had een slap. Ik weet niet zo lief van een harde banaan hebt. Die flip-flops weg. Zijn we weg bij de kringloopwinkel? Ja, wat willen we bestellen? McFlurry, M&M. McFlurry, M&M. Ja. Een groot Big Mac menu met ijsthee en frietsaus. Big Tasty met bacon. Dus hij had er zin in hoor, maar niet heus. Maar Big Mac. Dus meteen gaan we naar boven toe en daar is de kleding. Dus gaan we dus beginnen met de challenge om voor elkaar een outfit uit te kiezen. Kun je deze hier ook kopen? Waarom gaat het niet open? Ja. Zoiets hebben wij nodig in ons leven. Pak maar schoenen uit. Ja, het is echt heel groot. Shit, moet je maar schoenen niet. Een hele goede maandagavond, 31 december. Zoals we horen zijn de dames terug van de hondjes uitlaten. Wij gaan straks nieuwjaar vieren. Althans oud en nieuw. Elke keer wanneer je dorst hebt mag je drinken. Laten we dat als drankspel doen. Een nieuwe spel? Ja. Nee, die heb ik nooit. Nee, maar jij speelde vals. Ik speelde niet vals. Jongens, het is kerst geweest. Naar wat zitten wij te kijken? Vertel het. In de vorige weekvlog was iedereen in heuse paniek omdat jij het woord ontslag riep. En daar verder niet over uitweiden. Ik heb een nieuwe baan, jongens. Maar jij gaat natuurlijk iedere dag kijken nu. Naar het nieuws. RTL Boulevard. Waarom zou ik toch maar elke dag naar RTL Boulevard kijken? Heeft het te maken met jouw nieuwe baan? We weten het niet, want stom filmpje figuurwijs is nog steeds bezig. Oh, wij gaan het hebben over Zwarte Piet, origineel. Ja, ik moet het nog zien. Haha, want Kevin zijn nieuwe baan is... Marieke. Mariekes haarstylist zijn. Wat leuk. Nee, Kevin gaat werken bij RTL Boulevard. Als? Ik ga de Social Corner ondersteunen. En wat moet je doen als Social Corner? Als Social Corner? Ja, redactionele redactiepraktijken doen. Oh, ik ga chips eten, ik kan er niet meer tegen. En dat is Kevin Dooms. En Kevin is de spelmaster. Maar hoe heet het? Machiavelli. Dat klinkt super leuk. Ik heb per ongeluk saus bij mijn afgekorn gegooid en daarom is het groen. Nog de krentenoliebol. Een echte dus. En normale oliebol is degene met krenten. Degene zonder krenten is een mishandelde. Ik wil graag een mishandelde oliebol. Jongens, ik ben niet aan het winnen, maar dat komt omdat Daphne vals speelt. Again. Nou, er zijn meer mensen bij het feestje aangeschoven. Ik had tegen mijn camera. Ja, die begrijpt mij meer dan ik zelf. Cameron. Nee. Loop je nou te flirten met mijn camera? Dat is weird. Ik ga geheime vloggen proeven. Ja, geheime vlogger op YouTube. Ik verstop elke week mijn vlogs op videoband. Door het land. Oh, die is helemaal goed, man. Ja. Dat loop jij nou te mekkeren. Die is helemaal goed. Ben jij nou voor... Ik ga de grap maken die ik al sinds mijn 5e maak. Ik ga voor het laatst naar de wc dit jaar. We moeten de huur nog betalen, dus daarom... Clamping style. Wat mooi! Laat ik het filmen voordat ik nooit meer verwerk. Oh! Oh! Ik vind het helemaal niet zo bijzonder, hè? Daar staat de flat in de fik. Wat leuk. Nou zeg! Jongen! Wat is zo mooi, Ivar! Ja, dank je! Oh, dit vuurwerk! Ja, ook ja! Ik wil jullie bedanken voor het bekijken naar deze horrorfilm. Naar deze maandvlog. Doe nog een duimpje omhoog. Nee, ik wil jullie bedanken voor het bekijken van deze vlog. En ik zie jullie hopelijk weer snel weer terug in de volgende video. Doei!